Wij hebben hier in Chainscrape nog één sidequest openstaan. En die gaan wij nu zoeken. Nou, zoeken, hij is hier. Die gaan we nu accepteren. De laatste sidequest in Chainscrape. En we kunnen ook nog weer iets doen met die bristlebacks. I'm sorry, I'll be right with you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Where are we? Ah. So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Sowieso. Am I right? Actually, I... But you're just nuts. I am with a customer. I'm not a customer. I got it. Triple the powder. It'll blow a strider sky high. Ba-boom. One shot kill. Guaranteed. Maybe I am. Then you are in the right place at the right time, Red. How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced... Explosive, done-in-one, machine-wrecking. Yet perfectly safe, javelin thrower. Klinkt goed. Are you two from around here? Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. I imagine traveling alone must be nice. So she's your partner? My apprentice. And my sister. She's why we're out here. It was an incident. Another incident. Involving explosives? Ba-boom! And Dad's precious homebrew. He shipped us out the next day. Huh. Tell me more about this weapon of yours. I saw a scroll when I was a kid by some Karsha scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of... javelin thrower. Effective? Yes. Basic? Undoubtedly. But coming out here made me remember it, and I'm on the brink of vastly improving the tool's archaic design. Whereas I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better, namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? That could work. Ah. There's one small snag. I need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need charger horns. Intact. Charger horns. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise, they break. But the real innovation, keep it to yourself, is a fang horn rib. There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! You get them for me. It's yours. My treat. You have a deal. Klinkt goed. Ja. Gratis wapens. A bigger boom. The Enduring. Level 32 ook. Dat is die pit. Yeah. A bigger boom. Gather the charger horns. Gather a fang horn rib. En dan gaan we eerst maar naar die charger horns. Want dat is hier voor de deur. En dan zegt hij, we moeten de horens er afschieten. Voordat we... Nee, niet hier gaan hangen, joh. Agressieve vijanden. Ja, inderdaad. Shoot off the horns first. Could fry that machine with shock ammo. Could fry that machine with shock ammo. Nou, dat heb ik niet. Dat heb ik wel. Nee, dat heb ik niet.
zitten hier lekker ongezien in de bosjes. Pick-up charger horn. Die moet ik er dus afschieten. Liefst ongezien. Gezien. Horen eraf. Nee, niet goed genoeg. Out of ammo. Kill ik al die charges voordat die horens eraf zijn. Dat is niet de bedoeling. Mijn aim is niet geweldig, merk ik. Deze wel. Dan mis ik er nog één. Horns for Dell and Boomer. And I have to find more chargers. Yeah, inderdaad. Use a relic ruin. Deze tower is iets. Hier wordt gevochten. Komt eraf. Deze persoon even helpen. Een nieuwe campfire. Kijk, mensen helpen is altijd goed. Mighty thankful to you, Savior. Just Aloy is fine. Aaron mentioned you're not one for fancy titles. You're Vanguard. Captain said to keep an eye on Chainscrape. So we've been cleaning up any bristleback carcasses we find. Didn't want them attracting any of their scavenger friends. Would have been an easy task too if someone hadn't slipped trying to move the damn things. Scroungers showed up while I was trying to free this scrap brain. Forgot to bend the knees, that's all. Here, my thanks for helping us out. These should be handy in a pinch. Thanks. Make sure you don't go tripping under any more bristlebacks. Stay safe, Aloy. Recipe smoke bomb. Oké. Okay. Even kijken, hier was nog een nieuwe campfire, ja. De Vista Point Tower is hier. Kan ik die beklimmen?
An image from the old world. Kan ik scannen? Ah. It's like some kind of... Vista Point The Daunt. Find where the image was taken. Buildings in front of sheer cliffs. The image is incomplete. But maybe if I line it up exactly with where it was taken, my focus can fill in the rest. Dus daar. Huisje en een brug. Daar is een brug. Hier is een brug. Find something interesting inside. Dat denk ik ook. Hier is een kapotte brug. I think I'm out of range at the Vista Point. Oh. I gotta try again. The signal's coming from that metal tower. We should take a closer look. Ja, ik wil het dan wel even doen. Vista Point image again. Should be within range. Okay, let's try this again. That building looks like it's in front of some sheer cliffs. Is it deze brug? Lijkt er niet op. Deze brug. Ruins of a bridge. Maybe it's the same one from the image. Yeah. I could try to line it up around here. There it is. Kijk. Completing the image and locked a data file. Ah. It looks like these Vista Points were made by Miriam Technologies. That was Elizabeth's company. I wonder if I can find more of them out in the wild. Unlocked a data file. En dan ga ik ook maar even hier in die ruins kijken als ik dan toch hier ben. It's a ruin from the old world. I could find something interesting inside. Eens even zoeken in de site. What do we have in here? Daar is iets paars. Nee, rustig jongen. Moet ik dichterbij zijn? Ik moet fysiek naar binnen. Dat kan niet zomaar. Kan ik open trekken? Oh nee, trek de hele kastje hier naartoe. Need a backup. Try again. Kan ik nu op? Looks like this door needs some kind of key module. Key module. Maybe there's one in the ruin. Is dat het ding wat ik net gevonden had?
Deze hier beneden. There's a code for the locked door in this data. Kijk. But I still need to find a key module. Die kan daar af, dan kan ik daar misschien op. Nee, is instabiel. Great. This should be useful. Kan ik ook aantrekken? Ja. Oh ja. Okay, gotta find a key for the door. Komt hier allemaal heel precies. Lekker dit hoor. Vindt hij heel veel. Ik ga eruit. Hier kan ik in. There's more of the ruin down here. Where to now? Rustig. Ja, dit kan er nog uit, denk ik. Ja. No more light down here. A little more light down here, maar het levert mij niks op. Well, I can't reach the ledge above now. Guess I'll have to find another way up. Ik ben ook gezien door een vijand. Ik kan daar niet op. Oh, ik moet die kisten uittrekken, dat is het. Ja. Deze kist moet uit het gat in. Right on top of me. Down it goes. Kijk, duwen kan ook. Zo. Redt hij dat niet? Zo wel, ja. Oké. Where does this lead? Dat gaan we meemaken waar dit naartoe gaat. Naar een kistje. Maar niet naar de key die we zoeken. If I find the right cauldron, I could learn how to override this machine. Ik vind hier heel veel, ik zoek die key.
access the lot, just use the key. Zullen hier toch nog verder moeten? Moeten we dat gebouwtje ook nog in? Cross will do a lot of damage. Die onderdelen die we er los afschieten, die kunnen we dan ook los oprapen. Nou, hier is niet wat we zoeken. Ik zoek hier dan nog die key. Hier zijn nog allemaal blauwe dingen. Moet ik daar op het balkon zien te komen? Spring weer mis. Kom op, joh. Haven't found a key module. Maybe I should take another look around. Dit hebben we allemaal netjes gedaan. Ik zal dan toch daar naar boven moeten. Ja, hey, is dit de key module? Hotel room key, ja. De key module. Nou, de key module gevonden. Dat betekent dat we nu deze deur hierin kunnen. Oké, let's see if this key fits. There. Enter code, ja, die hadden we al gevonden. I think some of the data I picked up might help. Dat was mijn verjaardag, hè? Wat vinden we hier? Een ornament. What is this thing? Ornament collected, 1 van de 10. Krijg ik skill points voor. Lijkt me goed. Het is allemaal damage, trapper, survivor, infiltrator. Daar was ik mee bezig, stealth. Ja. Recover health when using silent strike. Lijkt me ook handig. Quiet movement, super handig. Oké. Nou, dan gaan we hier dan toch maar eventjes afronden voordat we verder gaan met de bigger boom. Want we hebben hier deze dungeon gevonden, of dungeon, deze secret. En daar gaan we dan deze video op thematiseren. En dan zien we jullie dus graag weer in de volgende. Joejoe!